We hebben natuurlijk vanochtend al heel veel gehoord, maar als ik Simone jou mag vragen, wat is jou het meeste bijgebleven? Namelijk ook dat je de verantwoordelijkheid bij de ouder ook legt. Het is ook wel een werkwijze die wij vanuit het Heerlandse ook hanteren. Dat je mensen vanuit hun kracht kunt laten bewegen als ouder, maar ook als mens. Dus dat vond ik heel erg mooi. Ook de initiatieven van papacafés, vadercafés, dat is mij ook opgevallen, omdat een hele werk ook met moedercafés. Dus ja, dat zijn meerdere dingen eigenlijk die ik heb gehoord. Het is een inspirerende ochtend eigenlijk, ja. Tot nu toe. Dus je neemt ook wel wat mee terug, misschien het papacafé richting Heerlen. Jullie werken samen aan een actiegericht onderzoek, uh-huh. Waarbij de praktijk en het project echt verweven met elkaar zijn. Klopt. Zou je wat meer daarover kunnen vertellen? Hoe werkt het jong-oude project en met name aan welke ouders moet ik denken? En waar komen deze ouders voor bij jullie? Mm-hmm. Nou, het jonge ouderproject is gericht voor jonge ouders van de leeftijdsgrens tot 27. Het is niet een vaste leeftijdsgrens, maar wij houden dat aan omdat het belangrijk is, omdat die jonge ouders ook kunnen participeren in de maatschappij. Ja. Vaak worden ze aangemeld ook bijvoorbeeld voor het aanvragen van een uitkering of iets dergelijks. Dus het is belangrijk ook dat we mensen kunnen bewegen naar werk of naar school toe. Daarnaast vinden wij het ook heel belangrijk dat mensen binnen hun vermogen in staat zijn om zorg te kunnen dragen voor hun kind en de veiligheid van hun kind. En wij kunnen eigenlijk heel breed inzetten qua hulpverlening. We hebben opvoedondersteuning bijvoorbeeld. Mensen kunnen bij ons terecht voor enkelvoudige vragen, ook meervoudige vragen of complexe vraagstukken. Wij hebben hulpverlening beschikbaar ook bijvoorbeeld voor multiproblematiek, maar ook GGZ. Wanneer een ouder niet lekker in zijn of haar vel zit, kunnen zij daar ook ondersteuning bij krijgen. Dus het is eigenlijk heel breed. Elke vraag kan worden opgepakt binnen het jonge ouderproject. Qua hulpverlening in ieder geval. Ja. Dus ik hoor al eigenlijk jullie stellen heel erg die ouder natuurlijk centraal en daar bouwen jullie de oplossing omheen. Mm-hmm. Dus er zijn een aantal pilaren waar dit echt op berust. Als ik zeg, wat is dan jullie visie? Hoe kan je dat in drie kenmerken opschrijven? Mm-hmm. En we vinden het heel belangrijk dat niet te veel hulpverleners wisselen binnen een gezin. Dat ouders eigenlijk één of twee hulpverleners hebben die voor langere tijd betrokken zijn. Dat is ons streven in ieder geval binnen het jonge ouderproject. Daarnaast vinden we het ook heel belangrijk dat we op de belevingswereld van de ouder kunnen aansluiten. Dat houdt in dat we de ouder niet alleen maar vanuit een ouderrol zien, maar eigenlijk ook als jonge man of jonge vrouw. Zodat we eigenlijk ook kijken wat voor hen belangrijk is in dit leven, in hun eigen ontwikkelingsfase ook. Dus dat is ook een visie die wij daarin heel belangrijk vinden. Er zijn meerdere visies die wij belangrijk vinden. Ook bijvoorbeeld het integraal werken met meerdere ketenpartners. Zodat je korte lijnen met elkaar kunt hebben om mensen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in een thuissituatie. Dus het is eigenlijk breed. Zowel op casusniveau, maar eigenlijk ook in het integrale werkveld. Dat je elkaar weet te vinden en dat je ook expertises met elkaar kunt verbinden. Om de jonge ouders zo goed mogelijk te ondersteunen in hun eigen ontwikkelingsfase en de ontwikkelingsfase van hun kind. Ja. Hoi. En Job, het project bestaat niet nu 1 of 2 jaar, maar bestaat al eigenlijk sinds 2016. Ja, klopt. Kan je iets over dat verloop vertellen en hoe het zich constant zich heeft doorontwikkeld? Hoe jullie dat al lerende steeds verder uitbouwen, maar ook wat jullie ambities daarin zijn? Mm-hmm. Ja, we zijn inderdaad gestart in 2016 als een soort pilot eigenlijk om jonge ouders te ondersteunen. En ook om ze te kunnen laten participeren in de maatschappij, om daarbij eigenlijk een brug te zijn. Omdat je vaak ook ziet dat de maatschappij niet goed is ingericht op de leeftijd als je jong ouder wordt. Hè? Omdat men ook van alles van de ouder verwacht eigenlijk. Dus we zijn samen gaan zitten met een groep professionals om te kijken van hoe kunnen we deze mensen zo goed mogelijk ondersteunen. En we hebben daarbij eigenlijk ook jaarlijks doelen gesteld en die ook weer geëvalueerd met z'n allen. En we hebben gezorgd dat we alle expertise's in huis hebben met verschillende achtergronden om deze jonge ouders te ondersteunen. We hebben het eigenlijk in gezamenlijkheid hebben we het project ontwikkeld en daarna zijn we aangesloten bij bijvoorbeeld Kansrijk van Start. Dat is een andere actieprogramma binnen Heerlen en op die manier hebben we ook een netwerk opgebouwd. Dus zowel op casusniveau, maar ook op mesoniveau helpen wij eigenlijk. Bouwen wij aan het project door ook de ketenpartners daarin te betrekken.
En ik hoor jou zeggen van, het is ook eigenlijk misschien niet goed ingericht van, als je jong ouder wordt, dan lopen ze tegen allerlei dingen aan. Klopt. Wat je dus in de keten ook, kan je daar een praktisch voorbeeld van geven? Ja, ik denk, Marijke heeft daar ook onderzoek naar gedaan eerder. Bijvoorbeeld naar school, nou ja, schooltijden en dergelijke. De hele praktische voorbeelden zijn dat eigenlijk ook. Ja, dat past niet in het ritme als je net een kindje hebt gekregen. Ja. Vaak hebben de ouders ook nog hele andere interesses. Ze willen ook natuurlijk zelf nog jong kunnen zijn. En ja, de verwachtingen liggen daar natuurlijk heel anders dan op het moment dat er een kind is. En wij willen eigenlijk als professionals ook zorgen dat we, dat we daar niet aan voorbij gaan. Dat we ook rekening houden met hun eigen ontwikkelingsfase daarin. Ja. En ja, als je gaat kijken naar wat zijn onze verdere ambities voor de toekomst. Wij willen natuurlijk ook gaan kijken hoe we jonge vaders nog meer kunnen betrekken. Ook voor onderzoek, maar ook voor het jonge ouderproject zelf. Voor hulpverlening natuurlijk. Zodat dat we ook meer preventief kunnen werken. In plaats van als het 5 voor 12 is. Als het al vrij laat is natuurlijk. En we moeten intensief inzetten. Wij willen eigenlijk ook natuurlijk zorgen dat we preventief jonge ouders al kunnen bereiken. En dat willen we ook doen door factoren te versterken die bijdragen aan een positieve mentale gezondheid, maar ook aan opvoedvaardigheden. Dus we willen ook meer die positieve gezondheidszorg, die positieve jeugdzorg eigenlijk versterken. Dat is een ambitie voor de komende periode ook. Ja. Dus ik hoor jou zeggen, enerzijds wil je preventief al eerder eigenlijk voordat ze vader worden of misschien in die zwangerschap al actief benaderen en kijken wat je daar kan doen? Ja, dat doen we in principe ook wel al. Want we zijn ook al preventief daarmee bezig. Maar wat je vaak ziet is dat jonge ouders ook aangemeld worden door bijvoorbeeld andere professionals. Door hulpverlening die al betrokken is of via een huisartsroute binnenkomt. Maar wat je eigenlijk wilt is dat deze ouders ook zelf graag de hulp willen ontvangen. En dat ze het ook fijn vinden om hulp te krijgen. Want wij hebben ook wel vaak te maken met mensen die wat zorgmijdend zijn. Hebben zelf ook vaak een belast verleden. In die zin dat ze niet positief ten opzichte van hulpverlening staan. Omdat ze een eigen rugzak hebben. Het is heel belangrijk daarom dus ook juist dat je meer gaat aansluiten bij de jonge ouderen. En dat is iets waar wij heel hard aan werken eigenlijk ook binnen dit project. Ja. Ja. En enerzijds hoor ik die motivatie, dus de interne motivatie van de jongeren die op gang moet komen. Daar ga je onder andere onderzoek naar doen, hè, Marijke. Kan je ons wat meer uitleggen van wat er speelt eigenlijk bij de jonge vaders? Hij bijvoorbeeld tegenhoudt? Ja, bij jonge vaders zie je, denken wij net als bij jonge moeders, soms wel een terughoudendheid naar hulpverleners. Omdat er misschien angst zit van dat mijn kind afgepakt wordt als ik het niet in mijn eentje red. Maar ook vanuit professionals zien we wel dat op het moment dat een vader niet in beeld is, als een moeder dat aangeeft, dat een professional dan geneigd is om zeker de relatie met de moeder goed op te bouwen. En dan is het lastig als een vader waar een moeder misschien een minder goede relatie mee heeft, toch ook betrokken moet worden. Want hij is de vader van het kind. En we hebben vanochtend ook al gehoord, het kind heeft recht op beide ouders, op vader en op moeder. Dus in die attitude van professionals is het soms lastig die balans te vinden tussen de vertrouwensband blijven behouden met moeder en ook het contact zoeken met vader. Ja, en daarin zit ook een juridisch component, hè? Zou je daar wat meer daarover kunnen vertellen, wat dat ook een beetje belemmert? Ja, als vader en moeder geen goede relatie hebben, dan is het vaak moeder die het gezag over het kind heeft. Dat werkt in het nadeel van de vader. Maar dat juridische gezag, dat zou geen belemmering moeten zijn, vinden wij. Dus we willen gewoon meer aandacht voor vaders. En ongeacht wat de juridische status dan ook is. En daar willen we met ons actieonderzoek op inzetten. Ja. Hoe willen jullie dat gaan doen in jullie actieonderzoek? Hoe zijn jullie van plan om daar wat meer zicht op te krijgen? Ja, we zijn,
We zijn eigenlijk al 1,5 jaar aan de slag. Het onderzoek sluit aan bij een van de doelen die Simone net noemde, die het Job zichzelf toch al had gesteld. Meer aandacht voor vaders, professionalisering en een andere attitude voor de professionals. En ook het vergroten van het netwerk. En we zijn daarin echt samen opgetrokken. Het onderzoeksprojectplan hebben we samen geschreven en we zijn ook met een aantal jonge ouders in gesprek daarvoor, zodat we ook aansluiten bij wat hun behoefte is. Ja. En zodat zij mee kunnen denken met hetgene dat we willen gaan doen de komende jaren. Ja. Dus dit onderzoek sluit heel nauw aan op de praktijk, waarbij vaders, zowel professionals, al eigenlijk vanaf het begin betrokken zijn, hoor ik jou zeggen. Ja, ja, zonder het bestaande JOB-netwerk was er eigenlijk geen goed fundament geweest voor het onderzoek van nu, denk ik. Ja. Nou, dankjewel. Dan ga ik naar de andere kant, Najet. Jij bent hier vanuit gemeente Zaanstad, projectleider Kansrijke Start, zoals ik al vertelde. In Zaanstad zijn jullie ook heel erg goed bezig om het thema vaders op de kaart te zetten. Wat was de aanleiding in Zaanstad daarvoor? Ja, de coalitie die we in 2018 gestart zijn met het sociaal en medisch domein, waarin verschillende coalitiepartners zich hebben gecommitteerd daaraan. In een aantal sessies die we met de coalitie hebben gedaan over kansrijke start heel breed, kwam ook duidelijk naar voren dat coalitiepartners aandacht willen hebben voor mannen en voor jongens. Wat we op dat moment nog niet wisten, is hoe we dat het beste kunnen doen. We zijn ook aanwezig geweest bij een landelijke bijeenkomst vanuit VWS over het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen, waar ervaringsdeskundigen ook het woord kregen. En dat heeft het eigenlijk alleen maar versterkt. Er was een jonge jongen die vertelde, 10 of 8 geworden, maar eigenlijk gedurende de zwangerschap niet één professional met wie hij te maken had hem vroeg: hoe gaat het met je? De enige vraag die hij kreeg was: is de kinderkamer al klaar? En dat mij persoonlijk greep dat heel erg aan. En ik dacht, jeetje, hier moeten we echt werk van gaan maken in Zaanstad. We hebben met subsidie die we hebben gekregen van Zonnewee gaan we onderzoek doen, 4-jarig onderzoek. En een van de actielijnen is: hoe kunnen we jongens, vaders beter betrekken bij kansrijke start? Ja, dus jullie gaan onderzoek doen naar hoe kunnen we ze beter betrekken. De urgentie wordt constant gevoeld dat ze ook eerder en actiever benaderd moeten worden. Dan heb je dat bedacht, je hebt dat onderzoek, je wilt een bepaald beleid uitvoeren. Maar ik kan me ook voorstellen, je moet toch nog een beweging op gang brengen. Zowel intern als extern moet je een lobby op gang brengen. Hoe heb je dat gedaan? Kun je daar wat meer over vertellen? Volgens mij is de interne externe lobby speelt altijd, voor wat mij betreft. Mm-hmm. Intern gaat het heel erg over inderdaad de urgentie voelen, het draagvlak ervoor krijgen. Ja, en soms zit dat gewoon in hele praktische kleine dingen. Succes vieren doen we ook altijd bestuurlijk. We nodigen altijd concerndirecteur uit, de wethouder, iedereen die maar een rol heeft in binnen kansrijke start. Data helpen daar natuurlijk ontzettend bij. We zijn bezig geweest met Nu Niet Zwanger bijvoorbeeld in Zaanstad, waarbij we een prachtig evaluatieverslag hebben gekregen. Waar zoveel partijen bij betrokken zijn en die het uitvoeren. Dat soort dingen helpen enorm. En ook wij hebben de inzet van ervaringsdeskundigen vormgegeven bij die bijeenkomsten, ook bestuurlijk. En je ziet dat het wat doet met mensen. Je ziet dat ze zich dat ze een bepaald beeld bij je hebben. Ja. Of misschien vanuit hun professioneel verleden. Bestuurders geven ook zelf aan, hè, of geven ervaringen of voorbeelden. Als je kijkt naar de partners bijvoorbeeld, naar de coalitiepartners, de partners in het veld, wat zie je dat daar belangrijk voor is? Om ook, ze voelen vaak de urgentie wel, de betrokkenheid is er, maar om dan ook daadwerkelijk ook daarmee aan de slag te gaan. Ja, wat is dan nodig? Nou, in het begin was het heel erg zoeken van hoe krijgen we al onze coalitiepartners binnen onze coalitie. En dan blijkt het dat het soms gewoon in kleine dingen zit, of tenminste klein. Iets als vacatiegelden. Ja. Veel van onze coalitiepartners werken niet in loondienst. Dat betekent dat als ze deelnemen aan onze sessies of bijeenkomsten of overleggen, dat het hen ook gewoon inkomsten vraagt of dat ze dat mislopen. Dus stellen we dat beschikbaar en faciliteren we dat. Dus het zit hem heel erg randvoorwaardelijk en niet eens op inhoud. Ja. Dus zorg dat die randvoorwaarden belangrijk zijn. Haal de drempel zoveel mogelijk weg voor professionals.
Ja. Stel daar gelden bijvoorbeeld voor beschikbaar. Het is een kort onderdeel. We zijn er eigenlijk al door de tijd heen. Maar als jullie nog één laatste hartekreet mogen meegeven in de kern. Wat is nou het meest belangrijk? Wat zou je mensen mee willen geven? Sowieso nooit opgeven. Blijf die urgentie delen. Valkuil voor mij is dat ik zo in een kansrijke start zit dat ik soms vergeet mensen mee te nemen, maar dat dat juist de kracht is om door te zetten. Juist die integrale samenwerking, ook intern als extern. Wij gaan hiermee door met dit thema en wij hopen jullie ook allemaal.